Weet u waar de heer Öztürk eens mee moet ophouden? Dat is de jaren 30 en 40 te gebruiken tegen ons om de subrechten van zijn eigen subgroep te verdedigen, alsof het een soort troefkaart was, alsof het een soort verwijzing is waarmee vervolgens elk weerstand wijkt. Oh, het was zoals in de jaren 30. Daar moet u eens mee ophouden. De enige vergelijking die ik vind dat u zelf zou mogen maken, dat is een introspectieve. En die gaat terug naar de Armeense genocide, waar uw land, Turkije, voor verantwoordelijk is geweest. Daar zou u aan moeten denken. Dat zou u tot nederigheid moeten stemmen. En u heeft helemaal het recht niet om hier zo met zo'n groot verhaal te komen en ons blijkbaar een schuldgevoel aan te willen praten met een nergens geprobeerde verwijzing naar de jaren 30. De heer Öztürk. Voorzitter, je hebt lang niet het woord wie ben jij gebruikt, maar je hebt het over ons. Wie is ons? Wie ben ik? Dat soort theaterverhaal van nu, denk je dat daar mensen in trappen? Het geval van de Armeense kwestie, het geval van wij hebben een christelijke cultuur. Wij hebben in Nederland een joods-christelijke, humanistische, islamistische cultuur. En mensen die seculier zijn en mensen die niet geloven. Probeert u hier een theaterstuk hier neer te zetten, waardoor het verhaal van dat Nederland van jou is, van degene die zoals u zou denken, en dat wij niet van Nederland zijn? Die tijd, meneer Baudet, dat heeft de PVV geprobeerd. Daar trap denk niet in, daar trap ik niet in, daar hoeft u niet meer mee te komen. De heer Baudet. Nou, ik denk dat dat eigenlijk precies is wat democratie is. Dat is de strijd over de vraag van wie is dit land, van welke ideeën is dit land, van welke culturen of cultuur is dit land, wat voor soort land willen we eigenlijk zijn. En als ik de heer Öztürk hoor, dan hoor ik iemand die opkomt voor immigranten, allochtonen, in naam van, en dan komt het, iets waar hij ons van beschuldigt, namelijk jaren 30, jaren 40. En ik vind dat een hypocrisie, ik vind dat een scheve vergelijking. Ik vind dat als de heer Öztürk zo graag het wil hebben over zwarte bladzijden in de geschiedenis, dat hij moet beginnen met die in de geschiedenis van zijn eigen land, Turkije, de Armeense genocide. En dat hij totdat het punt is gekomen waarop dat volledig is erkend en volledig in de alle gelederen van de bewustwording is doorgewerkt, dat hij het recht helemaal niet heeft om ons met van alles en nog wat om de oren te slaan. De heer Öztürk. Voorzitter, ik ben zo blij met onze grondwet. Ik ben zo blij met onze wetten. Wie bepaalt wie het recht heeft om iets te zeggen? Jij? We spreken dat bepaalt, met dat u. Bepaalt onze grondwet, onze rechten. En de heer Baudet is niets minder en niets meer. Hij denkt dat hij met een vliegtuig naar Ibiza kan gaan en een paar rijke mensen om te gaan en een paar racisten om hem heen die hem een beetje goed praten, dat hij wat meer is dan een Kamerlid hier en met dit soort suggesties richting mij te komen. Hij is niks. Nou. En dat bedoel ik met ons land, onze waarden. Onze waarden zijn vastgelegd hier. Goed. Dat geldt voor u en voor mij. En als u mij probeert te marginaliseren en als u zegt van in de jaren 30, ja, als u opkomt voor de nazi's in de jaren 30, dan moet u dat nu zeggen. In de jaren 30, 40 hebben de nazi's ons land, Nederland, kapot gemaakt. En als u voor die stijl gaat, zo van laat het maar gebeuren, dan moet u het maar zelf weten. Ik ga toch even iets zeggen van dit niveau van het debat. Nogmaals, het gaat om de begroting Binnenlandse Zaken en volgens mij is op dit punt genoeg gewisseld en het niveau wordt er niet beter op, zeg ik tegen u, meneer Baudet, maar ook tegen u, meneer Öztürk. Laatste opmerking en dan wil ik voorstellen dat u verder gaat. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Zoals altijd waardeer ik uw inbreng zeer. Maar ik wil toch nog even terug, want kijk, het punt dat ik wil maken is volgens mij wel degelijk heel essentieel en inhoudelijk. Dat is namelijk dat de kwesties die nu spelen met betrekking tot immigratie-integratie, met betrekking tot hoe wij de publieke ruimte willen vormgeven in ons land, dat zijn kwesties van nu. En de morele chantage om altijd maar met de Holocaust, met de jaren 30, om de hoek te komen kijken en alles wat gebeurt is een herhaling van en dit en dat en iedereen, dat is volgens mij een vervalsing van het debat. Dat is een hele valse en vervelende manier om de discussie te kapen, om een soort morele high ground te creëren en het niet te hebben over de issues die gewoon nu daadwerkelijk spelen. En daarom dat ik zeg, de heer Öztürk is heel snel
bereid om ons te wijzen op de zwarte bladzijdes in onze geschiedenis. Nazis. Bladzijdes die wij overigens als geen andere cultuur in de wereldgeschiedenis erkennen. Als iets het Westen definieert, is het ons vermogen om onze eigen fouten toe te geven. Dat heb ik nog niet in de Turkse cultuur teruggezien. U heeft uw punt gemaakt, de heer Öztürk. Nou, als de heer Baudet van de fout van de jaren 30 had geleerd, stond u daar niet. Als de heer Baudet zegt op het moment dat ik opkom voor mensen die hun geloof niet kunnen beleiden, omdat daar belemmerd wordt. Op het moment dat, ik zal dadelijk ook de onderzoeksresultaten laten zien, dat 91% van de mensen die moslim zijn, bang zijn. En dat ik daar niet voor mag opkomen. En op het moment dat ik een voorbeeld geef van de geschiedenis waar het toe heeft geleid, dat hij dan voor die nazi's opkomt, dan denk ik van, dan zijn we vergezakt hoor. Ja. De uil van Minerva en al die verhalen kloppen dus. Ik wil echt dat hele verhaal klopt dus. Op het moment dat u met dit soort suggesties komt van u mag de jaren 30 niet als voorbeeld nemen, dan zegt u van ik hunker naar de jaren 30. Nee, meneer. Daarmee dus, moet u mee ophouden. En mij marginaliseren van Turkse cultuur. Ik ben Kamerlid voor Nederland. Gaat dat, u verder met uw en ik denk dat het goed is dat de heer Baudet dat goed in zijn oren knoopt. Goed. Gaat u verder. Persoonlijk feit, de heer Baudet. Als u iets van mijn familiegeschiedenis zou weten, dan zou u inzien hoe wanstaltig deze opmerking is. Dat er niets in mij is dat op een of andere manier het nazi-gedachtegoed zou willen verdedigen. Ik ga daar ook verder helemaal niet op in of zo, maar dit is zo'n wanstaltige, bizarre opmerking. Ik wil er toch heel even iets over gezegd hebben. Dat laat ik echt niet over mijn kant gaan. Dat heeft u gedaan